Welkom bij iBasketball TV, de eerste uitzending van 2016. Samen met de ene coach, Ivo Boom, andere coach, oud-eredivisie-speler Ferry Steenmetz, bondscoach. We hebben even een paar weekjes een break gehad. Ja, de spelers ook, de wedstrijden ook, maar inmiddels is het weer volop begonnen. Ivo, wat is jou de laatste week het meest opgevallen? Het meest is opgevallen dat Groningen zijn tweede point guard achter elkaar heeft weggestuurd. Ja, dus dat Mason Griffin, die wij toen in Leiden zagen tegen Van Donen tegen Leiden, echt goede wedstrijd speelde, weggestuurd. En de terugkeer van de MVP Lance Dieter, dat was voor mij een verrassing. Tenminste, toen die Mason Griffin werd weggestuurd, dacht ik wel van nou, dan komt Dieter terug. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus een verrassende ontwikkeling wat mij betreft. Denk jij, als Jeter in Duitsland niet was weggestuurd, Ivo, dat ze Mason Griffin nog wel hadden gehouden? Want inderdaad, jullie hebben die wedstrijd geanalyseerd, ook op de livestream. Ja, hij deed het best waardig. Hij deed het goed. Maar hij vergist je niet, hij heeft wel de laatste paar jaar natuurlijk weinig wedstrijden gespeeld. Weet je, dus misschien vonden ze het risico toch te groot. Dat kunnen zij beter bepalen dan wij. Kunnen bepalen, maar afgaande van die wedstrijd vond ik hem echt heel goed. Weet je, en Jeter is natuurlijk al bewezen in Nederland, kent Braal natuurlijk ook, kent de cultuur ook. Ja, 1-1 was 2 toen hij zijn contract inleverde of werd weggestuurd in Duitsland. Was het cirkel natuurlijk snel rond. Ja. Ja. Ferry, van de laatste weken zo, eind vorig jaar, begin van het jaar, dingen die jou opvallen? Ja, nieuwtjes? Een aantal, Jeter, nieuwe point guard. Rashard Anderson, nieuwe point guard. Rotterdam, mensen, inderdaad. Speler van dus 2 jaar geleden, denk ik, hè? Ja, leuke spelers erbij. Goede floorleaders. Ik was ook verbaasd over Groningen. Ik zat nog tijdens die wedstrijd. Nou, deze jongen gaat Groningen wel helpen. En, goede spel. Toch een beetje, vind ik, de wedstrijd gewonnen voor Groningen. Belangrijke wedstrijd, denk ik. Dus ik was verbaasd. Ik denk dat ik de volgende dag mijn basketball app checkte. En, denk, hè, hij is alweer weg. Brekend stond erbij. Oké, dat was een goede analyse. Als je nou weet dat zo'n Jeter beschikbaar is, had jij als coach dezelfde beslissing genomen? Beter? Of? Het is niet heel, het is niet heel, in dat persbericht was niet heel duidelijk. Weet je, er stonden op verschillende manieren getest. Ja, het was niet echt duidelijk waarom ze niet met die jongen door zijn gegaan. Dus dan wordt het een beetje speculatief. Ik denk dat het misschien een combinatie was. Hè? Lance Jeter komt vrij, ze waren met deze jongen bezig. Dus, Hij is populair in Groningen natuurlijk. Ja. Weet je, het publiek heeft toch grote invloed daar. Ja, ik bedoel, de mineurstem is natuurlijk dik erin in Groningen. Ze waren natuurlijk heel kritisch. Braal stond toch ook onder druk. Weet je, of staat onder druk, maar stond zeker onder druk. Ja, weet je, met Jeter hadden natuurlijk wel ervaring in huis, wat dat betreft. Weet je, en, leiderschap. Ja, dat is natuurlijk wat ze echt nodig hadden. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een verstandige keuze. Even over, we hadden het in de voorbereiding over de hot seat. Hè? Dat wordt ook vaak voor coaches gezegd. Van je zegt, Braal heeft het moeilijk, Groningen loopt moeilijk. Volgens mij hebben ze in het voorseizoen een speler al laten gaan. Toen Sherman en Ken Brown. En nu eigenlijk ook nog Mason Griffin. Volgens mij zit hij nu op een stuk of 3-4. Op hete kolen, Erik Braal. Ik denk sowieso, als je in Groningen gaat beginnen, dat het niet makkelijk is, weet je. Dat is natuurlijk kritisch publiek. Lat ligt daar heel hoog, weet je. Het is een soort Ajax, Feyenoord, PSV, weet je. Dus je moet altijd kampioen worden. Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook kan zijn, weet je. Het wordt toch van je verwacht, dus ik denk dat dat lastig is. Ja, weet je. En hij heeft natuurlijk een beetje pech met zijn selectie gehad met de Amerikanen. Dus ja, weet je, dan wordt het publiek natuurlijk wat kritischer. Ik vind dat hij nog steeds niet de beste spelers heeft, weet je, met Jeter is natuurlijk wel echt een goede toevoeging. Nou, Sullivan hebben we gekeken, vind ik persoonlijk, ja, vind ik echt veruit de minste, weet je, was een redelijk goede verdediger. Ja. Maar hij zat dan een speler die je weghelpt, weet je, dus het rommelde daar aan alle kanten. Toch als je op papier kijkt, want Feeler viel mij dan mee, zou je kunnen zeggen, ja. In ieder geval tegen Leiden, waar ze toch echt domineerden zo'n beetje. Hè? Leiden kwam nog wel helemaal terug in het vierde kwart, maar eigenlijk hadden ze geen schijn van kans tot dat moment. Nee. Nou, dan hebben ze Yannick Franke, Duverso. Ja, dan zou je toch moeten zeggen, daar moet toch wat van te maken zijn. Maar de tijd wordt wel kort natuurlijk. Hè? Jeter komt er nu alsnog bij. Hij kent al wel de organisatie, kent een aantal spelers, kent de coach. Maar nou, ik denk dat die wedstrijd tegen Leiden, die was gewoon goed. Er werd daar drie kwart echt goed gespeeld. Ja. En ik denk dat als coach, als Erik Braal, dat je dan een beetje voor ogen hebt. Van nou, dit basketbal willen we spelen. En
ja, dat het tot nu toe niet elke wedstrijd gelukt is. Want ze hebben wel wedstrijden goed gespeeld. Periodes in wedstrijden goed gespeeld. Dus ja, er zit wel progressie in. En moeilijk om daar geduld in te houden. Ja. Ja, want het is belangrijk dat je draagvlak blijft houden. Dat er geduld blijft. En ja, dat het niet... soms heb je dat het goed loopt van de ene op de andere dag. Of je komt ergens als coach, dan heb je het vrij snel op de rails. Maar ja, dat kan ook weer zo afbreken. Dus misschien heeft dit wel wat langer nodig, maar is het dadelijk wel weer een stuk hechter. En dadelijk is waar het om gaat, hè? Want in de play-offs worden de prijzen verdeeld. Tot nu toe maakt het op zich niet uit als je 1-2 wedstrijden verliest. Mm-hmm. Omdat het nog niet loopt of de team chemistry nog niet aanwezig is. Kijk, als ze dat in de play-offs nog niet is. Ja. Ja, dan gaan we praten over hot seat, want het is echt voor mij nieuw, hot seat. Ja. Heet stoel, jongen. Ja, ik zit ook wel op de hot seat. Toch een beetje heet onder de billen bij bepaalde coaches, maar misschien valt dat mee inderdaad. Ja, weet je wat het is? Kijk, ik denk dat Brouw zich op zich geen zorgen hoeft te maken of kan maken, of maakt. Hij is er zo een beetje zorgen maken, maar hij heeft gewoon een 2-jarige overeenkomst. Dat je wil bouwen met die club. Weet je, ja, weet je, de pers die schrijft natuurlijk al snel. Weet je, moet ik ook gewoon schrijven, dus gaat goed schrijven, is iedereen de hemel in. Weet je, is het slecht? Ja, weet je, dan gaan ze daarop zitten zagen. Ja, je weet hoe het werkt. Weet je, en als hij zich daardoor laat leiden, ja, dan wordt het heel lastig. Ik heb niet de indruk dat hij daar heel veel last van heeft, weet je al. Dus, ja, aan de ene kant denk ik, het is ook een teken dat het basketbal enorm leeft in het noorden. Dat er zoveel aandacht voor is. Of het nou inderdaad goed of slecht gaat, er is veel aandacht. Aan de andere kant denk ik, ik kan toch nauwelijks verwachten. Duriceau die terugkomt, Franke die erbij komt, Sullivan, Feeler. Nou ja, Jeter is dan een halve bekende, maar om dan in zo'n korte tijd zo'n team op de rit te krijgen, dat is toch bijna niet te verwachten bij een coach. Dat, wat Ferry ook zegt, dan zou je toch moeten zeggen van, nou ja, hè, tot in februari, maart en dan gaan we wel eens even kijken. Nou ja, weet je, ik denk dat Brouw nu gewoon heel duidelijk moet zijn. Hij zal heel duidelijk nu alle rollen heel, van elke speler heel duidelijk moeten wegzetten. Ik denk, Jeter komt hier niet natuurlijk om een beetje mee te spelen, hij heeft gewoon de helft van de tijd de bal in zijn handen. Weet je, dus de rollen in zo'n team worden natuurlijk in één keer heel anders. En die Ken Brown is natuurlijk een heel ander type guard. Dus het is interessant wat er gaat gebeuren. Ook voor Duriceau, ook voor Franken. Weet je, ook voor een Bekkering. Weet je, wat gaat er met hun rol gebeuren in het team? Ja, dat, om dat halverwege het jaar te doen op je meest belangrijke positie, ja, is best wel pittig, denk ik. Ja, ja, Leiden doet natuurlijk precies hetzelfde. Ja, En Rotterdam ook, ja. Van Rotterdam heb ik wel het idee, die heb ik een paar keer gezien. Van onder andere ook in Katwijk, hè, waar ze verloren voor de beker tegen Grasshoppers. Dat was wel de positie ook met de blessure van Philippan, denk ik. Maar de guardposities en Teeuwkens was toen ook ziek. Ja, dat was echt wel een positie, denk ik, waar Rotterdam versterking nodig had. En dan heel vervelend. Denk je dat ze alles goed hebben opgevuld en diezelfde week zo'n beetje een ernstige blessure bij Robert Krabbedam? Ferry, jij hebt met hem gewerkt. Wat is er met Robert aan de hand? Achillespees. Na 3/4, 4/5 afgescheurd. Is geopereerd. Is ook op een bepaalde manier geopereerd. Ik ben geen Achillespeesdeskundige, maar het schijnt dat er toch weer vastgehecht is aan, omdat het dan weer beter herstelt. 8 maanden uit. 8 maanden. Een beetje tragedie voor Rotterdam, want op papier zag het er nu heel erg goed uit. Ja. Dan kan je wel eens gaan denken, niet alleen aan play-offs, maar ook eens aan top 4 aanvallen, wedstrijden winnen. Ja. Dus ja, ik denk op ongeveer de dag dat Lashard Anderson in Rotterdam kwam, scheurt Robert zijn Achillespees af. Dus dat is tragedisch. Nee. Dus ik hoop niet dat dit het einde van zijn basketbalcarrière is. Niet de jongste speler meer natuurlijk. Robert heeft al een, noem je dat, heb ervaring in revalideren, dus die weet wat er voor nodig is. Dus die zal dat ook weer heel professioneel gaan doen. En hopen dat hij over 8 maanden... Het schijnt als je echt 8 maanden de tijd neemt om te herstellen. Dus dat is het ene verhaal, dat je wel vrij goed hersteld bent. Ik heb ook al contact gehad met andere sporters die hem hebben afgescheurd. Dus hopelijk dat hij toch nog zijn carrière op een leuke manier kan beëindigen. Dus je kan die draaien te blessuren, hè? Ja, toch wel zijn Achillespees eraf natuurlijk. Maar dat is wel hard werk om weer terug te komen op niveau, absoluut. En die Lashard, die heb natuurlijk met hem gewerkt. Toen was natuurlijk wel echt een van de meest... Lashaak. Hij van de meest dominante spelers in de competitie destijds. Ja, heel erg. Tot zijn blessure. Ja. Ja. Ja, ik heb die wedstrijd tegen Amsterdam zitten kijken. Ik vond het amazing, want
Hij heeft stappen gemaakt. Dus in de laatste anderhalf jaar dat ik hem niet gezien heb. Ja. Hij is wat sterker geworden. Hij meer controle. Gaat meer naar de basket. Fundamenteel verbeterd. Dus dat gaat leuk worden in Rotterdam. Waar komt u vandaan dan eigenlijk? Nu? Vorig jaar Oostenrijk gespeeld. En ja, de laatste half jaar denk ik dat hij, of begin van het seizoen, dat hij weer thuis zat. Ja. Dus zonde. Zo'n jongen moet op het veld staan. Ja. En, wat als coaches, het is misschien zwart-wit, maar wat hebben jullie liever? Ik ken hem niet heel goed, maar mijn herinnering, zeker in zijn eerste periode in Nederland, is dat het meer een scorende point guard ook is. Je kan ook zeggen, we willen meer een passende point guard. Hè? Dat gevoel heb je ook een klein beetje bij Groningen. Cam Brown die probeerde wel veel te creëren, maar ook voor zichzelf. Is daar over het algemeen een voorkeur? Zit er voorkeur bij de coach of hangt dat van de andere spelers af die je in je team hebt dat voor opdracht je aan je point geeft? Ja, ik had een beter oordeel over Lashard, weet je, maar ik vond hem echt waanzinnig de eerste gedeelte van het jaar. Ja, weet je, echt scorende kaart. Was hij voor mij ook topscorer van Nederland volgens mij. Ja. He, destijds. Tot hij geblesseerd raakte. En volgens mij toen in het klassement telde hij dan niet meer mee omdat je dan te weinig wedstrijden had. Maar qua average was er volgens mij het hele seizoen niemand beter. Ja, het is een jongen die het allebei kan. Oké. Okay. Dus wat het team nodig heeft. Ja, okay. Nou, toen de tijd hadden we niet veel scorers. Nee. Dus dan nam hij een gedeelte van de score op voor zijn konto. Maar hij kan hem ook pasen. Hij kan prima de open man vinden. Okay. Dus dat wordt dan weer leuk voor Rotterdam om te kijken van ja, gaan de rest van de jongens meedoen? Gaan ze staan kijken? Ja. Hoe is de minutenverdeling? Want je gaat Lashard Anderson niet 20 minuten laten spelen. Hij zal toch minuten moeten maken. Nou, dat betekent dat jongens weer minuten moeten inleveren. Zeker nu Filipan ook weer fit is. Hè? Dus het is nu druk op de guard geworden. Tamsauskas, Teeuwkens. Eigen belang, teambelang, ego-management. Ja. Dus dat wordt interessant. Ja, ik vind het wel met het wegvallen van Robert. Vind ik wel dat het inside weer terugvalt op 3 spelers. Is te mager. Ja, en je ziet dat Lucas Stijn heeft volgens mij bijna 40 gespeeld. Sergio, veel op het veld. Ja. Bart Stolk, die nou nog niet de minuten maakt, die je zou willen dat hij maakt. Ja. Dus dat wordt eigenlijk een veel interessanter verhaal dan Lashard Anderson. Maar ja, anyway, ik denk dat Rotterdam een aantal teams heel lastig gaat maken. Absoluut. Ja, je zag toch dat ze Amsterdam, die toch ook weer, Amsterdam is wel wisselvallig, maar die hadden thuis gewonnen van Den Bosch. En niet heel veel later reizen ze af naar Rotterdam. En die wedstrijd heb ik op de livestream kunnen zien. En, erg tof dat Rotterdam ook zijn livestream trouwens zo heeft verbeterd. Zo. En toen had ik zoiets van, Amsterdam komt er eigenlijk niet helemaal aan te pas. Toch knap van Rotterdam. Krabbe dan verloren, Anderson moet inpassen en speelde een goede pot. Ja. Mannen, in de voorbereiding hadden we het er ook over. Het is leuk om het natuurlijk altijd over Zwolle, Den Bosch, Groningen, Leiden te hebben. Maar we hebben het al even over Rotterdam gehad. Hoe zal dat gaan in het rechte rijtje, heet dat geloof ik, hè? De andere 4 ploegen van de league. Dus Weert, Rotterdam, Amsterdam, Leeuwarden. 2 gaan de play-offs in. Hè? Er gaan 6 ploegen naar de play-offs. 2 daarvan die spelen een soort voorronde. Nee, 4 daarvan spelen een voorronde. Ja, blijven er 2 over en dan de bovenste 2 komen erbij. Wat verwachten we? Waar zouden we ons geld op zetten van die 4? Nou, ik zou mijn geld niet zetten op Weert persoonlijk. Ik denk dat die toch gewoon te ver achter staan al. Ik denk, het staat dicht bij elkaar, hè? Ik bedoel, jij hebt voor mij een lijstje gemaakt, Ivo. Sorry, ik zal het voor de kijkers even opnoemen. Dit zijn het aantal punten, hè? Ja, Aris heeft 12, zien. Rotterdam 10, Amsterdam 8. Weer 2. Ja. Ik denk, laten we zeggen, van die 4 vallen er 2 af. Nou, ik denk dat het gaat tussen Rotterdam, Leeuwarden en Amsterdam. Ja, is interessant. Ik vind Aris ook best leuk spelen bij Vlagen. Weet je, dus wat dat betreft. Ja, ik denk dat het verschil kan. Ja, ik denk dat eigenlijk Rotterdam nu zich het meest versterkt heeft. Denk dat die wel de meeste kans hebben om erin te komen, vermoed ik zelf. Mm-hmm. Dan zal het gaan tussen Aris en Aris en Amsterdam. Dat is 4 punten verschil. In het voordeel van Leeuwarden. Het is allebei leuk spelen. Ik vind Amsterdam thuis is best wel sterk aan het worden. Weet je, is lastig. Weet je, maakt de topteams lastig, stelen daar punten van. En dat moeten Rotterdam en Aris nog maar even doen, weet je, om het even zo te zeggen. Ze zijn toch dubbele punten. Ja, het wordt gewoon beslist op de onderlinge wedstrijden. En jij zei, Rotterdam pakt gewoon de eerste klap. Ja, ik denk dat Amsterdam misschien wel net tekort kan komen.
Hoewel ik het eigenlijk wel gun om er wel bij te komen. Ja, tot nu toe Leeuwarden goed gestart. Ook belangrijke wedstrijden gewonnen onderling. Ja. Ja, Amsterdam is een ander team als het vrij speelt tegen de bovenste teams. Ja. En als ze tegen de onderste teams spelen, dan is het toch een soort, we moeten winnen. Ja. Dat brengt een bepaalde spanning. Ja, coach van Amsterdam staat er wel heel goed in. Hij zegt, joh, winnen, verliezen, we willen gewoon elke week beter worden. Ja. Dus dat is wel een leuke uitgangspositie. En ja, het is afwachten. Amsterdam thuis sterk. Apollo zit weer vol. Enthousiast publiek. Laatst was de politie bij de Apollo al. Wegens geluidsoverlast. Daar hebben ze ook al jaren niet meer meegemaakt. Altijd een goed teken. Het liefst hebben we dus, ME bij de wedstrijden. Dat betekent dus dat het aanleeft. Weet je, Amsterdam thuis gewoon heel erg sterk. En ik denk dat Rotterdam daar nog een keer naartoe moet. Leeuwarden ook. Als je die twee ploegen Amsterdam en die directe concurrenten Leeuwarden en Rotterdam zo naast elkaar zet, wat zou Amsterdam nog missen? Is dat dan ervaring? Is dat een bepaalde speler op een bepaalde positie? Amsterdam natuurlijk Royer die het goed doet. Van Schaik die net weer terug is van een blessure. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje vertekend heeft. In die fase dat hij geblesseerd raakte, hebben ze toch vrij veel verloren. Ja, weet je, ik weet het niet. Weet je, ik denk dat... En Robinson is natuurlijk weg, hè? Ja, dat scheelt een stukje. Maar goed, nou weet ik niet hoe hij echt in dat team zat, weet je wel. Ik merkte wel dat hij... Hij is naar Duitsland volgens mij gegaan, toch? Ja. Weet je, en ik kreeg ook niet de indruk dat ze er heel rauwig om waren, weet je. Dus dat, tenminste, ik heb niet gelezen dat ze meteen een vervanger gaan halen en al dat soort dingen. Ja, ik vind het moeilijk. Kijk, ik denk dat, weet je, als je de laatste bal in de wedstrijd geeft... In Rotterdam geef je hem aan Lachard. Ja, de vraag is, wie geeft hem in Amsterdam? Aaron Royer. Ja, eens. Tegen Den Bosch was het Gian Slachter onder andere. Er zijn meerdere spelers die daar gewoon gaan. Dus, dus die rolverdeling is daar iets anders. Ja, is lastig. Nou, Den Bosch was wel een leuke wedstrijd. Want we hadden topscorer er niet bij. Kravitsch, hè? Kees Akerboom, wegens omstandigheden niet op tijd bij de wedstrijd. Ja, dan zie je dat je niet meer naar de Apollo al kan komen op halve sterkte en de wedstrijd wel even wint. Maar dat zag je ook in de beker, hè? Den Bosch tegen Binnenland voor de beker. Spelen ze de eerste helft, spelen ze ook gelijk op. De Kravitz ook niet mee. Dan moeten toch de Nederlandse spelers het dragen. Die maakt het verschil wel in de tweede helft, maar de eerste helft hadden ze het knap lastig. En dan zie je dat met name de guardpositie tussen Binnenland en... Aha. Weet je, en Den Bosch, dat ontloopt elkaar dus niet zo heel erg veel. Weet je, dan maakt het dus wel de Arvin maakt het dan het verschil en Kees maakt dan het verschil uiteindelijk. Ja. Dus ja, weet je, dus die wedstrijden na tegen Amsterdam, even denken van, joh, die gaan we heen en daar winnen we van. Het zijn Nederlandse spelers. Ja, dat is gewoon... lastig. Dat is echt voor mij, dat is echt lastig. Ja. Even een bruggetje naar Den Bosch, want de guardpositie is onder andere Leon Williams die naar naartoe gegaan is. Liedmeijer die gekomen is. Nederlandse kern, knap. Maar toch ook nog wel eens, Mark Schilder, toch ook nog wel redelijk kwetsbaar. Ervaren man natuurlijk Slachter, Wessels, Akerboom. Nou, dat zit wel goed, denk ik. En Kees is ook weer flink aan het scoren. Maar op die guardpositie, de Bos. Straks zeggen Jeter tegen Cashley Wright bij Leiden. Van alle topploegen in de Eredivisie denk ik dat ze daar het meest kwetsbaar zijn. Als je kijkt naar Groningen, Leiden, Zwolle... Eigenlijk Rotterdam nu, Amsterdam en ook Leeuwarden hebben daar gewoon een goede speler staan die gewoon de bal opeist en kan gaan. En bij Den Bosch is het niet een dominant speler natuurlijk die daar staat. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. Ja, ik denk dat op zich Leon Williams wel dominant is. Maar ja, die heeft toch ook heel de zomer weer doorgespeeld. Ja. En van club veranderd. Ik denk dat dat heel veel is. Ik denk dat hij nog wel ergens zijn ritme in het seizoen gaat pakken. En in de play-offs zal hij er absoluut staan. Dus dat is ook een beetje een kwestie van tijd. Jonge speler ook nog. Hè? Want ik was erg gecharmeerd van Leon toen hij geholpen heeft dat Nederland zich kwalificeerde voor het EK. Ja. Op het EK zelf speelde hij niet zo heel erg veel. En Charlon Kloof natuurlijk ook voor zich. Charlon die trouwens een club in Italië heeft. Echt waanzinnig. Komen we straks misschien ook wel even op terug. Maar... Serie A. In de Serie A gewoon. Echt in Turijn. Ja, waanzinnig Charlon. Maar ja, Leon die op de EK niet heel veel speelde, maar toch inderdaad heel veel oefenwedstrijden, heel veel reizen, druk programma. Ik vond hem daar natuurlijk ook weer een ander niveau, maar daar nog wat zoekende. Bij Den Bosch misschien ook nog even. Nee, ik vind hij doet het absoluut gewoon goed. Weet je, hij speelt echt gewoon naar zijn kunnen en hij zal zeker beter gaan spelen.
Weet je, maar het is niet het niveau, vind ik, wat een Cheater kan halen. Of wat in Leiden of in Zwolle loopt. Weet je, dus dat kan gewoon lastig worden. Ja, we zitten hier, dat is misschien wel even een goede intermezzo. De nieuwe TV-studio. De nieuwe studio hier zo. Telefoon staan uit. En ik geloof dat de tosti-ijs van nu begint te rebooten. En zijn koffiezetapparaat. Lekker die koffie ook hier. Oh, heerlijk, heerlijk. Gaat goed. Ja, we zitten hier in Leiden. Dat doen we op zich wel vaker. Maar we zitten dus in het pand van Basketbal Totaal. Ja, ik kan er nu niet omheen. Er zijn hier allemaal prachtige spullen. Ik heb zelfs een shirtje gekregen van Ivo. Mensen, als je spullen nodig hebt, ja. BBT Shop. Kijk. Op internet. Of gewoon even langs fietsen met de auto. Bedrijventerrein hier in Leiden. Ja, we hadden het over Den Bosch, Leon Williams onder andere. Ik heb eens zitten cijferen samen met onze nieuwe... Nou, het is geen nieuwe vriend, want het is altijd al een vriend geweest. Maar iemand die ook nu wat voor iBasketball doet, de Twan van Helfteren. Iemand die ook van cijfers houdt. Daar heb ik zelf ook wel wat mee. Is even doorgerekend van, je hebt natuurlijk altijd lijstje, de top 10 gemiddelde per wedstrijd scoort iemand zoveel punten. Maar stel nou dat iemand 30 minuten speelt. Nou, voor heel veel spelers die halen dat niet en sommigen zitten erboven. Maar als je nou iedereen 30 minuten geeft, wat zouden ze dan in theorie scoren? Ja. En dan zie je dus wel wat, denk ik, ook wat opvallende zaken. Onder andere dus zie je dat Akerboom dus per minuut eigenlijk, als een dolle is een beetje overdreven, maar gewoon echt heel goed meedoet. Van bijvoorbeeld dat Slachter de man is die de assists geeft per minuut bij Den Bosch, ja. En niet Leon Williams, dus zo kwam ik erop. Kravic, dominant in reboundspunten en wat mij opviel, en ik heb dat geprobeerd te verkopen aan jullie in de voorbereiding, maar dat lukt niet. Tyson Hinds van Zwolle in vijf klassementen. Ja, dus dan heb je het al gauw over dingen als punten, rebounds, assists, steals. Top 20. In de top 20. En er zijn 93 spelers in de league. Dus dan zit je toch bij de beste. Volgende keer wat geld. Maar het landt niet helemaal bij jullie. Of, Nee, ik denk dat Hinds absoluut een hele belangrijke schakel is in Zwolle. Nee, absoluut. Ik denk dat, ja, zeker mede ook dankzij hem, ze gewoon zo goed ervoor staan. We hebben toen vorige keer ook over Zwolle gehad. Ja, ze staan gewoon 4 punten los. Weet je, en ze staan gewoon, ze staan 8 punten voor op Den Bosch en op Groningen. Ja, weet je, dus de halve finale hebben ze in principe binnen handbereik. Ja. Dus dat ze de eerste ronde gewoon vrij zijn. Ja. Ja, is uitermate knap. Ferry, jij noemde McWhorter, hè? Die naam valt niet superveel zo in wat artikelen, et cetera. Maar is hij misschien de verbindende schakel? Dat Zwolle zo goed. Nou, hij is de man die de moeilijke schoten neemt. Ja. En die de moeilijke acties... En die wedstrijden moet beslissen en momenten moet pakken. Dus ik denk dat hij wel een key player is in het succes van Zwolle dit seizoen. Ik denk sowieso dat de coachingstaf de key is. Maar nou, dat zo'n jongen wel aanklampt bij de coachingstaf. En het spel naar zich toe trekt. En belangrijk is op belangrijke momenten. Ja. En het verschil maakt ook. We hebben het al vaker over gehad. Hè? Maar hoe komt Zwolle nou aan dat soort spelers? Want die Hinds en Gibbs die hadden ze onder andere al. Maar dan halen ze even zo'n McWhorter erbij. Ja, de kaart die ze hadden, die is volgens mij gepromoveerd, zullen we zeggen, naar het buitenland. Dan halen ze nog Ricardo Glenn inside, die het in ieder geval qua cijfers ook prima doet. Rebounds. Maar hoe kom je nou zo'n McWhorter opeens dan? Dan zie je dus dat Groningen zit te zoeken naar een guard, lukt niet zo. Leiden lukt niet zo. Nou, Leon Williams. Gewoon een hele goede Nederlandse speler, maar is niet kant en klaar. Hè? En Zwolle die komt... Nee, ik heb echt iets heel raars gezegd, denk ik. Nee, maar of ik zeg dom. Ik zit te denken, nee, weet je, die 30 minuten, het lijkt me wel interessant. Hey coach, knock, knock, knock. Hey coach, ik heb je iBasketball.nl of iBasketball.nl al gecheckt. Als je me nou 30 minuten laat spelen. Winnen we. Hè? Kijk eens hoeveel stats ik dan nog niet heb. En die man die nu 30 speelt, ja, die moet toch wel wat minder gaan spelen. Hey, super interessant. Hey, bedoel maar. In Koenstolk. In Rotterdam, de jongen die heeft 15 minuutjes gespeeld in 3 wedstrijden. Maar die killer stats. Staat bovenaan. En dan kun je niet alleen zeggen, dat was misschien 1 wedstrijd tegen Weert, met alle respect voor Weert. Nee. Maar dat waren wel 3 wedstrijdjes. En Koen, die gooit ze er wel in. Ja, weet je, Herman is natuurlijk gewoon jaar in jaar uit. Gewoon, maar goed, sorry. Maar ja, sorry. Ik ben helemaal af te dwalen. Steve McWhorter en de scouting bij... Kijk, Herman heeft natuurlijk gewoon een aantal colleges met wie hij veel zaken doet, weet je al. Ze spelen toch vaak op Princeton systeem nog steeds. Weet je, dat is helemaal... Nou ja, ieder laatste, want daar zoekt hij ook echt zijn spelers bij die in dat systeem passen. Ja. Weet je,
Ja, en hij gaat er ook gewoon heen. Hij heeft misschien wel maandelijks, misschien wel wekelijks contact over spelers. Dus hij heeft gewoon gedegen voorbereiding. Er zit gewoon veel tijd, veel uren in. En mazzel, weet je, de ene jaar heb je wel beter Amerika dan het andere jaar. Tuurlijk, maar over het algemeen heeft hij wel... Ja, maar dit jaar is het... Voor het budget dat zij altijd ter beschikking hebben. Maar dit jaar hebben ze gewoon een beetje uitzonderlijk. En Gibbs ook, die is gebleven, die stappen heeft gemaakt. Dus het is gewoon goed in elkaar. En ik moet zeggen, ik denk dat Zwolle thuis ook gewoon lastig. Leiden is lastig, Groningen uit is lastig. Mos is helemaal dat thuisvoordeel. Zwolle thuis Zwolle heeft altijd ook lastig. Een, ja, heeft ook echt een thuisvoordeel nu, weet je wel. Dus wat dat betreft, mochten ze de halve finale halen en spelen ze thuis. Of misschien wel finale, hè, tot en met de finale thuisvoordeel. Ja, dat je vorig jaar is dan heel dichtbij. Maar dat is ook de les een beetje van vorig jaar. Ja. Dus het heel lang heel goed doen, maar wedstrijd 7. Ook heel lang heel goed deden, tot de laatste paar minuten. Heel erg lang, heel erg goed. Heel lang. Dus ik denk dat dat ook een beetje de evaluatie is geweest. Ja, is ook goed zo. Dat we het altijd goed doen in de eerste helft, maar dat nu door. Dus thuis progressie. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Waren jullie, we gaan even terug naar Leiden. Leiden-Groningen hebben jullie geanalyseerd ook, zei ik net al. Verbaasd over die eerste drie kwarten daar? En dan bedoel ik misschien ook verbaasd over hoe dominant Groningen was of hoe onderdanig Leiden was? Leiden? Nee, ik vond Leiden gewoon slecht. Ja, weet je, ik heb Leiden tegen Weert ook zitten kijken. Ik vond het ook niet fantastisch, weet je. Dus, ja, was eerst het loopt daar gewoon niet zo heel goed. Ze hebben heel veel goede... individuele spelers. Nou, ze hebben natuurlijk nu Simmons aangetrokken van Aris van vorig jaar. Ja. Vind ik wel een slimme keuze. Ik had niet verwacht dat hij zou komen, weet je, maar ik wist wel dat ze inside nog wat wilden halen. Nou, dat toen al natuurlijk even over. Lastig trouwens dat hij de oefenwedstrijd in België, want daar mag hij dan zonder werkvergunning wel mee spelen, maar dat Simmons een drie punten erin had gegooid, dan word ik alweer een beetje nerveus. Of ja, ben ik nou te... Nee, maar dat is ook een beetje het spel wat Kasteels natuurlijk wil spelen. Zijn lange mensen staan ook veel buiten. Weet je, dus wat dat betreft. Maar ik denk dat Simmons met name gehaald is om oorlog te maken tegen Kravitz in de play-offs als ze daar tegen staan. Weet je, het was toch een speler die, nou ja, hij zei al, super dominant is bij Den Bosch. Nee, ik denk dat Leiden hem gewoon niet goed kon uitschakelen in de wedstrijd dat ze tegen hem gespeeld hebben. Ja. Weet je, dus daar zochten ze echt wel iemand voor die dat doet. En het is ook niet een speler die 30 punten wil scoren. Hoezo je zo'n Kravitz is in zoverre zo'n typische Jugo-speler, zo'n typische Europeaan slim. Hè? Die kan alles, kan ook paasjes geven, staat ook hoger met de passes. Per 30 minuten weer. Hoe zou je die dan bestrijden als je Simmons was? Ik zou hem de hack Howard doen. Ik zou hem op de vrije worplijn zeggen. Ja, merkwaardige techniek heeft hij, hè? Ja. Maar hij gooit ook niet heel veel raak, toch, van de vrije worplijn. Dus daarmee zou ik... Ja, weet je, als je moet stoppen, dan maar op de lijn. Dat zou dan de enige methode zijn. Ik kan het nog tegenwoordig in basketbal ook gewoon fysiek intimideren. Wordt alles afgefloten. Alles kan. De tijden van de Bad Boys Detroit zijn voorbij. En de NBA is natuurlijk helemaal upgecleaned, om het eens even in goed Leids te zeggen. Ja, kan ver. Je kan zijn. Tuurlijk kan je opzetten maken. Tuurlijk kan je de wedstrijd uit. Ik zag laatst nog op iBasketball.nl. Zag ik nog een. Zo! geen eentje voor een dunk. Dat heb ik nog nooit gezien. Die werd zo geklapt dat hij met zijn hoofd tegen de bord daar kwam. Wauw, man. Door twee mannen, hè? Ja, die stonden echt zo van. Sorry. Hij kan lopen. Ja. Hij liep in de lucht, denk ik, minstens 3-4 stappen. Nee, dus alles kan, maar de vraag is, wil je dat? Nee, goed, oké, maar het is een optie. Maar goed, het is wel een speler die het wel kan, snap je? Je hebt natuurlijk Karasi en zo, Simmons, het zijn natuurlijk best wel harde spelers. Koen is. Weet je, ja, Koen is ook, maar weet je, ik denk dat Mo toch al fysiek de sterkste speler van Leiden is, hè, die het meeste, dus aanstekens gemeen kan spelen, weet je wel. Ik denk dat hij dat ook kan, ja, weet je, dan hoeft Mo het niet te doen, alleen. Mm-hmm. Weet je, ik denk interessant. Ook interessant. Het is net een beetje schaken, weet je wel. Groningen nieuwe guard erbij, dat lag probleem. Leiden handel tegen Kravitz, nog spelen erbij. Nieuwe point guard natuurlijk erbij. Ja. Eigenlijk Groningen, of Den Bosch doet eigenlijk niks. Dus ja, dat is interessant. Ja, ja. Ja. Ik weet eigenlijk geen eens of Simmons nou een contract voor meer dan dit seizoen heeft. Cashmere Wright wel, hè? Ook voor volgend seizoen nog. Maar nee, weten we even niet dat dan zo is. Nee. Maar goed. Ik denk het niet, persoonlijk. Ik denk dat ze hem anderhalf jaar moeten hebben. Ja, 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 ja. Alright. Nou, er gebeurt daar nog wat in de DBL. Ja, maar zit het Niels van de Week? Ja, het is weer lekker gestructureerd. Niels van de Week. Heb jij al Niels van de Week? Ja, toch? Ja, je hebt wel een beurt geweest. Die Cleveland even een programma geven van hier tot Tokio. Oh ja.
En in de wandelgang gaat het verhaal dat LeBron getraind gaat worden voor die Barnes. Ja. Voor Barnes? Oh. Ja, nieuws van de week, Ferry. Cleveland thuis tegen Golden State. Ja, pak er allemaal. Dus ik heb er wel eens gehad met jullie lopen dat Cleveland kampioen gaat worden. Ja. Ja, er staat een nogal dubieuze tegenprestatie op die weddenschap. Dat kunnen wij niet volgens de jonge kijkers herhalen. Een beetje gaan vasten. Want die spare ribs komen er wel aan, mannen. Ik denk het wel. Maar je weet nooit. Nee, er waren geen spare ribs, Ferry. Maar dat daar komen we nog een keer op terug. Dat is iets anders, maar ik ben ook even vergeten. Dat is een hele andere tegenprestatie. Nogmaals, het ziet ernaar uit dat Golden State gewoon toch gaat winnen van Cleveland in de finale. Ah, ja, ja, oké. Okay. Dus ja. Die spare ribs zijn een beetje gaan vasten. Ah, oké, okay. Dus dan komt het goed. De spare ribs, de spare ribs van de wereld in Leiden. Trouwens, afgelopen nacht ook gedomineerd in Chicago weer, hè, Golden State. Ondanks dat maar wat denk jij dat de Spurs... Ik denk dat de Spurs van Golden State gaat winnen. Ja, denk ik. Volgende week, maandag, spelen ze tegen elkaar op dinsdag. Voor het eerst. Nou ja, ik vind San Antonio speelt echt waanzinnig goed basketbal. En staat ook maar... Hij heeft ook maar 6 verloren, snap je? En die vliegt echt een beetje onder de radar zo mee. Iedereen praat over Golden State. Maar ze staan 2 wedstrijden daarachter. Met Aldridge, weet je wel, die echt gewoon steeds beter begint te spelen. Nou, ik heb ze laatst gezien. Maar Finn Aldridge ben ik wel van geschokt, hoor. Dat is slecht. Nou, zo dominant bij Portland en nu... Nee, maar ja, dat kan ik niet verwachten. Een beperkte speler. Teambal, hè? Teambal. Ja, dus Popovich heeft volgens mij ook gezegd, LaMarcus. Goeie naam. Ja, je schoten komen vanzelf gewoon in het team constant meedraaien en de rest komt vanzelf. Het is ook nu nog niet nodig, maar ik denk wel van... Ik ben ook onder de indruk van de Spurs, maar het blijft nog steeds ook Parker, Duncan, Ginobili. Hoeveel kilometer kunnen die nog op hun tellertje bijschrijven? Want die playoffs, nou, ik zou het zien, dat Ginobili gaan nog 5 maanden duren. Ginobili heeft zijn haar eraf gehaald. Dus die is strak nu. Dus dat vleespetje is weg, hij is helemaal strak. Duncan, heb je nou over mij? Nee. Duncan had 0 puntjes vorige keer. Voor het eerst in de 900 zoveel wedstrijden of zo. Nee, ja, ik vind het serieus goed. Maar... Nee, maar goed, als die, weet je, ze hoeven helemaal niet top mee te spelen. Parker en Ginobili en Duncan toch in is gaan. Ja. Weet je, en, maar ja. Komt dat dan toch omdat het Westen valt een beetje tegen de NBA? Hè? Clippers, Houston, New Orleans valt allemaal tegen. Dus ja. Nou, in het Oosten gebeurt ook niet zo heel veel. Detroit bevalt me wel trouwens. De Knicks die aan het terugkomen zijn. Maar ja, ik zou het wel weer mooi vinden dat San Antonio, want Golden State is wel zo perfect, ja, dat is ook weer saai. Maar playoffs is nog ver weg. Ze hebben wel weer rust gekregen continu, hè, die spelers. Ja. Zit Bled op de hot seat? Of, het is eigenlijk een soort stoelverwarming. Ja, dus als je bovenaan staat in het Oosten... Nee, als je naar het scorebord kijkt, kan ik me dat niet voorstellen. Maar toch, weet je, op de een of andere manier... Ik wil weet je, maar graag weg hebben. Nee, helemaal niet. Nee, maar als ik lees dat ze... Weet je, zo'n Kevin Love... Dat je krijgt bijna geen ballen. Scoort geloof ik 12 punten gemiddeld nu in één keer sinds Kyrie Irving terug is. Jouw favoriete speler. Weet je, J.R. Smith komt gewoon minder dan een uur van tevoren tegen Golden State. Komt hij de zaal binnen wandelen. Weet je wel, ja, dat is toch raar, toch? Als je topploeg bent, komt een van je... Eerste 7 mensen komt dan niet 50 minuten voor de wedstrijd binnen. Dus het kan altijd een reden zijn, hè, Ivo. Ja. We weten het niet. Dat is waar, maar goed, dan zouden ze het wel bekend maken. Er is wel wat ergs gebeurd. Ja, maar goed, maar het werkt allemaal niet in het voordeel nu van, weet je, dan toch een beetje een schimmige deken over Cleveland heen, vind ik. Ze zijn in Verland worstelen met Moskov, die zo goed speelde ook, ja, zeker in de finale. Maar die... Is dan toch weer ingeruild, in zekere zin, qua speeltijd voor het Braziliaan Thompson. Braziliaan speelt natuurlijk helemaal niet, die Fajardo. Ja, die is wel weer blij dat hij speelt. Maar hij speelt niet. Nee, dus hij is wel weer blij dat hij kan spelen. Nee, eens. Maar goed, daar zit LeBron James ook van, ja, weet je, misschien moet hij wel mee gaan spelen. Dus bij Golden State hoor je niks. Ik vind LeBron... Als de zon schijnt en alles loopt en je wint alles. Ja, oké, maar Cleveland wint ook veel, begrijp je? Dan hoor je ook mensen niet. Ah. Zijn ze blij dat ze mee op de wagen zitten. En bij Cleveland eigenlijk is... Kyrie Irving. Ja, die is pas terug. Weet je, die begint nu een beetje zijn ritme te pakken. Ze hadden een paar wedstrijden dat ik dacht...
Ik word wel s'nachts wakker en dan doe ik die app aanzetten. En dan denk ik, hè, zo, Golden State weer 125. Oh, wacht even, toen was Cleveland die 125 punten had. Ja. Dus er zit wel een beetje up in, maar ja, het zal nog wat moeten vormen. Nou ja, ik denk dat ze in het oosten sowieso wel doordringen tot de finale. En oosten is moeilijker spelen. Weet je, het is moeilijker spelen dan... Je hebt toch meer zware potten dan in het westen. Het is toch wat verdedigender. Ja, fysieker. Dus het is moeilijk. Bij de Knicks was het op een gegeven moment zo van... Nou, hoe meer juwelen er worden gestolen en spelers in de knieën worden geschoten... hoe beter dat gaat. Hoe kan dat, Ivo? Jij begint weer een beetje hoop te krijgen. Hè? De laatste titel, ik hou het op 1972. Ik kan er een jaar naast zitten. Misschien mijn geboortejaar, 73. Dat was veel. Maar ja, dat is ook bijna 43 jaar geleden. Veel nog... Veel was erbij. Met zijn puntige ellebogen. Nee, ja, ik moet zeggen, ik heb ze van de week zien spelen tegen Philadelphia. Was wel dubbel overtime. Philadelphia, kom maar, Ivo. Maar ik zou even klappen, Philadelphia speelt echt leuk basketbal. Gisteren weer gewonnen. Weet je, bedoel, je kan zeggen dat ze onderaan staan. Ik zou er ook nooit naar kijken, maar ging eens kijken tegen de Knicks. Spelen echt leuk. Weet je, die Okafor is echt goed. Die werd gewoon even de laatste vierde periode niet eens meer ingezet. En de verlengingen. Ze hebben gewoon een leuke ploeg. Jonge gasten. Ja. Mike D'Antoni erbij. Draait wat beter nu. Hebben ze gewonnen, begrijp ik. Nou, Knicks hebben vannacht weer gewonnen. Na verlenging. Ja, en toen ik s'nachts wakker werd en ik keek, stonden ze toch 15 puntjes achter. Kijk. Dat gaat niet worden. Is nou die Porzingis, hè? Er worden heel veel shirtjes verkocht van Porzingard of The Zinger, zoals die ook genoemd wordt. Is het legitieme talent? Ja? Of is het een soort Jeremy Lin? Hoe je het draait of keert, maar je moet wel echt twee hele goede scoutingsogen hebben om zo'n jongen van Sevilla naar de Knicks te halen. Absoluut. Ik geloof dat iedereen in New York tegen was. Dat ene jongetje. Huilen. Ja, huilen. Fansboel. Ja. Weet je, dus... Ja, dat is toch wel mooi dat... dat hij heel erg goed speelt. En, maar hij speelt ook echt goed. Hij is verdedigend goed. Hij kan 3 punten schieten. Hij rebound goed. Ik vond het jammer dat hij niet op het EK was met Letland. Wel misschien begrijpelijk ook, maar ik had hem wel eens graag willen zien. Nee, weet je, maar ik denk gewoon, de ploeg ziet er gewoon goed uit, weet je. Zo'n Carmelo is gewoon nuttig weer, weet je. Je hebt die Aflao, Robin Lopez doet het ook goed. Weet je, het is gewoon een leuke ploeg. Spelen leuk basketbal. Ja, echt goed basketbal, ja. Weet je, ze hangen nu nog net erbij, voor mij staan ze 9e nu. Spelen ze nou nog die triangle of zo? Want ik denk van ja, dat maakt het uit. Ja, dat kun je spelen, maar je kan... Wel iets anders dan in de Chicago-tijd en zo, maar... Ze mixen. Ze mixen triangle met... Herkennen jullie dat? Ja, maar de opening echt wel, hè? Ja, maar... De entries zijn allemaal triangle en zo. Ja. Ja, maar ze mixen wel. Is het uit te leggen? Wat is dan de entry van de triangle? Nou, kijk eens, want ik zou niet weten hoe ik dat moet uitleggen, maar... Driehoekjes. Triangle. Nee, maar goed, je ziet gewoon de balbewegingen die zijn, weet je... Van Elft heeft natuurlijk ook jarenlang gespeeld hier in Leiden, weet je, maar gewoon bepaalde bewegingen die standaard zijn op een bepaalde entry pass naar de forward of naar de low post, weet je, hoe dan de weak side beweegt en zo. Dat is allemaal standaard. Daarna doen ze wel wat andere dingetjes erbij, maar zeker de entry. Het idee van de triangle is dat je geen plays roept, maar dat de pass bepaalt wat je gaat doen. Ja, bepaalt hoe de aanval gaat lopen. Dus als je naar de forward, als je naar de high post. Ja, dat zet het systeem een beetje in werking. Ja. Was het voordeel, wanneer zou je het willen spelen, moeten spelen? Nou, dat is een hele grote filosofie achter. Dat je allerlei verschillende basketbalsituaties krijgt die je als speler moet herkennen. Ja. Die je niet creëert door bepaalde plays af te roepen. Ja. Dus dat is het idee van de triangle. Maar heel ingewikkeld. Relatief moeilijk voor de spelers, maar waarschijnlijk ook voor de verdedigers. Want in het begin was dat heel moeilijk voor de verdedigers. Maar ja, op een gegeven moment is ook de triangle is gescout en helemaal geanalyseerd. Ja. Dus dan kreeg je ook weer bepaalde oplossingen op bepaalde situaties in de triangle. Vandaar dat ik denk dat het ook goed is... Een beetje door te ontwikkelen. Ja, dat het doorontwikkelt en dat dat ook weer een succes is van de Knicks. Dat ze niet... Vorig jaar vond ze nog heel erg triangle spelen. Ja. En dit jaar... Ja, maar je ziet ook toen bij Chicago duurde natuurlijk ook een paar jaar voordat het echt erin zat, snap je? Het is niet een aanval die je gewoon binnen een paar weken erin randt, zoals een bepaalde play of zo. Nu zijn ze in het tweede jaar. Je ziet met zo'n Porzingis die dan ook, die ook gewoon 3 punten kan schieten, wordt toch wat makkelijker. Dat is natuurlijk met Chicago vroeger natuurlijk ook.
Weet je, ja, behalve droppen natuurlijk. Maar weet je, ze hadden natuurlijk wel gewoon bepaalde type spelers. Ze zijn nu gewoon... Derek Harper, hè, was een hele vergeten speler bij de Bulls. Ja. Maar die daar ook hele op de point ook speelde. Onder andere een hele belangrijke rol. Ja, we zijn echt in balans. En dan Pippen en Jordan, dat helpt natuurlijk ook altijd wel. Maar dan heb ik het idee dat... vorig jaar, jaar ervoor, dat je hebt een spelersgroep... Ik bedoel trouwens, zei ik Derek Harper... Ron Harper, pardon. Je hebt een spelersgroep en je hebt een systeem. Nou, dan ga je dat systeem op die spelersgroep. Ja, op een gegeven moment denk je, ja, die en die en die. Die passen er niet in of pikken het niet op. Ja. Ik denk dat dat het verschil is met langere termijnvisie. Ja. En dat je zegt, joh, dit is een systeem, zo willen we werken. Ook die speler, ja, die passen niet echt bij. Want ze hebben jongens getraind waarvan iedereen zegt, ja, maar die zijn veel beter dan wat er nu bijgekomen is. Ja. Maar die, ik denk dat die spelers die erbij zijn gekomen, toch weer heel specifiek in dat systeem passen. Dus dat is denk ik het leuke. Nee, zeker de winst. Voor general zelfs. Manager ook, weet je. Je bent niet bezig met paniek aankopen of... nee, maar je bent bezig met, nou, dit systeem, dit is hoe het loopt, dit is hoe het werkt. En dan zoeken we onze spelers bij. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg goed. Ik heb van de zomer een paar boeken gelezen over Jordan en Phil Jackson, et cetera. Bijvoorbeeld Horace Grant, die ze hadden, waar ze ook kampioen mee werden. Ja, dat was echt een all-star. Ja, die op een gegeven moment toch weg wilde, hij wilde ook meer verdienen, et cetera. Maar waar de Bulls op papier een minder bekende speler voor terughaalden. Ja. Maar ja, ze bleven gewoon winnen. Dus inderdaad, dat misschien deels ook dankzij het profiel en het systeem. Profiel bij. Ja, maar kijk naar de Lakers, toch? We hadden het even over weet je, Bill Cartwright. Nou, vreselijke speler qua techniek, et cetera. Maar zeer nuttige teamspeler. Paste prima in de triangle. Hoe heette die coach dan van bij de Lakers? Is dat die Robert Horry of zo, die toen op de 4 speelde? Dat is ook gewoon een rolspeler. Maar die werd toen in één keer onwijs belangrijk. Ja. Volgens mij, die heeft... Met de Spurs ringen gehaald. De Lakers en met Houston volgens mij. Ja. In ieder geval, ik dacht dat hij er zeven, misschien eentje meer dan Jordan zelf nog. Echt big shot Rob, hè? Jij bent, drie puntjes op het laatst. Ja, nou, feitenman, Harry. Beetje bluffen. Mannen, ik wil even overschakelen eigenlijk weer naar Europa. We hebben het al even over Porzingis gehad. Vrijdag, morgen, vanaf nu gerekend, voor ons dan. 10:30 in München. Loting. Voor de pools van de EK-kwalificatie voor de Eurobasket van volgend jaar. Op iBasketball, in ieder geval op Facebook, staat al een stukje over hoe het zit. Ik ga het even proberen uit te leggen. Er zijn 27 landen die zich willen gaan plaatsen. Een aantal zijn al geplaatst. Het is weer in vier landen. Roemenië, Turkije. Ga ik door de mand vallen, want ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Nee, die wist ik ook. Israël. En nog eentje. Dus die zijn sowieso geplaatst. Dan zijn er nog 27. Dat zijn dan 6 groepen van 4 en 1 groep van 3. En je moet of eerste worden, ben je meteen geplaatst. En van die 7 groepen gaan de 4 beste nummers 2 gaan ook door. En dan lijkt er nog een soort mercy plaats te zijn. 1 plekje extra en dan moet je ook weer allerlei toernooien spelen. Nou, daar gaan we even niet vanuit. Maar stel dat Nederland eerste wordt, prima. Dat zou natuurlijk helemaal een sensatie zijn. Als ze tweede worden... Eerst van Europa. Why not? Ja. We staan ook op de wereldranglijst, hè, trouwens. Vertel Ivo. Ja, er staan nog wel wat teams voor ons. 84ste. Nou ja, dat is wel knap, want we hebben jaarlang natuurlijk nooit erop gestaan. Ja. Oké, er staan wat geduchte tegenstanders voor ons, zoals de Filipijnen en weet ik wat er allemaal nog voor. Noem eens een paar op. Filipijnen. Nederland is van de Filipijnen gewonnen, zag ik. Bahrein. Syrië. Die zei ik al, die wint thuis, zijn thuiswedstrijden gewoon iets makkelijker. Die speelt dan uit niet of zo. Palestina staat ervoor, ja, weet je, gewoon dat soort toch kleine landen. Hongkong. Of Singapore of zo, ja. Het is een beetje een interessant, om het maar zo te zeggen, een rekenmodel. Maar in ieder geval, we zijn weer gerankt en Nederland heeft een oefenwedstrijd gewonnen. Yeah. Andre Blatch, die speelt voor de Filipijnen trouwens. Vroeger van Washington of New Jersey, daar in die buurt. Maar even terug naar die loting. Dus wat wel dankzij de goede prestaties van Nederland ook een wedstrijd gewonnen op Eurobasket. Zitten ze in koker, of hoe noem je dat? Pot nummer 2. Ik denk dat ze vorige keer in pot nummer 3 zaten. Dus dat betekent dat je de anderen die ook in pot 2 zitten, die kun je niet meer treffen. Nee. En dan heb je het over landen als IJsland, Estland onder andere. Alleen dat zijn wel zeker eens in je concurrenten op papier voor de tweede plaats. Ja. Dus als ik dan eens heb zitten kijken van wie zou je dan achter je kunnen houden.
Dan moet je kijken of je beter bent dan IJsland in de andere groep bijvoorbeeld. Hongarije is zo'n land. Ja, ook nog wel Montenegro komt weer bovendrijven. Het zal niet heel makkelijk worden. Wat verwachten jullie? Wat de kansen van Nederland? Zou je eerlijk zijn dat ik niet eens over de kansen heb nagedacht. Ik was met name nieuwsgierig van welke landen kunnen ze dan loten. Weet je, aan pot 1. Daar zit dan Duitsland en België en Rusland in. Hè, als drie echt grote trekpleisters. Polen. Toevallig was Toon van Helfter hier gisteren in de winkel. We hebben het erover gehad. En hij zou België toch ook wel graag willen. Ik zou Duitsland wel heel tof vinden op de een of andere manier. Maar goed, Nowitzki zal stoppen natuurlijk. Ja, die is volgens mij gestopt. Ja. Dus tegen Duitsland zou misschien ook wel gewoon een goede kans kunnen maken. Maar België of Duitsland is natuurlijk gewoon top als je die in je pool hebt. Het zou natuurlijk ook leuk zijn om daar dan naartoe te reizen. Hè? Allemaal wat makkelijker voor de fans. Ja, het is wel een beetje de vraag, denk ik, van of die NBA-spelers vrij krijgen om kwalificatiewedstrijdje te spelen. Dat is in augustus, hè, schat ik. Ja. Bijvoorbeeld bij Montenegro, Antic is in Montenegrijn. Ja, dat scheelt wel even of die meedoet of niet natuurlijk. Dus er zijn nog wel een aantal voorbeelden. Ja. En dan hopen we natuurlijk dat bij Nederland iedereen mee kan en mag doen. Ook Charlon, Henk. Ik denk dat Nederland gewoon een goede kans heeft, toch? Ik bedoel, al die landen die nu opstaan, ook Rusland is natuurlijk wel echt een grootmacht. Ze hebben maar 7 op de wereld, zagen we. Maar weet je, België is dat 44ste, weet je wel. Ja, weet je, het zijn toch landen die ze, misschien best wel in een thuiswedstrijd het heel lastig kunnen maken. Ja. Misschien wel kunnen winnen. En als ze er eentje uit kunnen stelen ergens, dan doen ze wel mee. Ja. Dus weet je, ik zou in eerste instantie, ik denk ook niet dat Van Helfter in dat team gaat voor de tweede plek. Nee, ze gewoon vol inzetten voor de eerste plek. Oké. Okay. Het is natuurlijk de vraag wie in die derde koker eruit rolt. Er zit natuurlijk landen als Groot-Brittannië bij, zag ik in Portugal. Ja, en heeft Nederland van allebei gewonnen. Oefenwedstrijden tegen Groot-Brittannië viel echt niet mee. Ze hebben een paar hele leuke spelers. Maar weet je, want hoe zit het dan met die pool van 3? Ja, daar moet je dus ook eerst of best 2 worden. Ja, maar is dan die nummer 3, is dat dan iemand uit pot nummer 3 of pot nummer 4? Uit pot nummer 3. Want in pot nummer 4 dan heb je dus over de kleine van Luxemburg. Daar zitten er maar 6 in. De echt hele kleine, ja. Nee, maar goed, dus als je in die pot van 3 zit, dan heb je dus een nummer 1 land en een nummer 3 land. Dat is natuurlijk best wel lastig. Ik herinner me dat Rusland had daar ook heel veel moeite mee toen ze in die pot zaten. Volgens mij was dat een pool met, meen ik, Italië, Rusland en Zwitserland. Ja. Oh, in Zwitserland zit natuurlijk ook een pot 3 nog. Pot 1, 2, 3. Weet je, het wordt gewoon leuk, want het is weer een volgende stap. Je hebt je nu gekwalificeerd, je hebt een keer dat EK gedraaid. Weet je, je ziet een aantal spelers zijn gewoon echt bezig met hun niveau omhoog te trainen en te spelen. Ja. En die willen daar volgend jaar op het EK weer staan, of over 2 jaar weer op het EK staan. Weten dat er weer gekwalificeerd moet worden. Ja. Dus voor het proces, voor het Nederlands basketbal is het natuurlijk heel erg interessant. Ja, over 2 jaar, dus anderhalf jaar eigenlijk weer een EK. En dan gaat er opeens 4 jaar tussen zitten. Dus het is wel mooi om 2017 al mee te pakken. 4 jaar tussen. Ja, en de bondscoach wil aangeven dat die... 4 jaar tussen een EK. Maar dan gaan we naar het WK, joh. Tegen die tijd gaan we naar het WK. Nog beter. Nederland heeft ook 1 keer op het WK gespeeld, hè. 86, Rick Smits onder andere. Wanneer is de loting voor jullie trouwens, voor de onder 20? Vrijdag ook. Ook? Dus okay. Pot 1, 2, 3. Ik ben vooral benieuwd naar ook wat de onder 20 gaat loten. Pot 5, pot 7. Nou, vandaar dat je dan morgen heen gaan zo. Ja. Snap het. Wat is jullie doelstelling met de 120? Ja, kwalificeren natuurlijk. We willen naar de A-pool toe. Dus ja, daar gaan we voor. Ja, en dat betekent eerst voor een BEK kwalificeren. Ik weet niet of je het goed zegt. En daarbij de eerste zoveel komen? Nee, ik ben al gekwalificeerd, maar je moet bij de eerste 3 komen. Ja. Eerste 3. En dit jaar wordt lastig, want Griekenland is uit de A gedonderd, Kroatië is eruit. Ik ben niet zo'n feitenman als jou, Arie, maar ik denk Rusland zelfs ook. Dus het wordt wel een heel pittig EK. Ja. Maar wat ik al zeg, komt een bak talent aan. Waar we de komende 2 jaar nog niet met de A-team op kunnen rekenen. Maar er komt enorm veel talent aan, ook in de hele... jonge 13, 14, 15-jarigen. Dus ik zie dat de toekomst wel heel positief tegemoet. Ja. Als het doorontwikkelt allemaal, als basketbal doorontwikkelt, dan denk ik dat we niet meer over pot 2 of pot 3 spelen. Pot 1.
ja, dat het gewoon in de toekomst pot 1 wordt en een WK ook niet eens onhaalbaar is. Even over talent gesproken, iBasketball in het kader van de iBasketball Academy. Ivo, jij bent een van de grondleggers daarvan. Organiseert onder andere een elite clinic, gegeven door Ferry, 23 en 25 februari in Leiden. Ja. 5 mei al, heerlijke hal, mooie pakketvloer. Voor, dus, nou, je zei net 13, 14 jaar, vanaf een jaar of 14 kregen we wat vragen vanaf welke leeftijd kan ik me inschrijven. Ja, nou ja, het is een fundamental clinic. Dus dat houdt in de basis, de grondbeginselen. Ik ben van mening dat het heel vaak overgeslagen wordt of niet herkend wordt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus op dit moment heel veel YouTube, heel veel alternatieve oefeningen. Ik vind dat de oude oefeningen een beetje weg zijn. Daar willen we een clinic over houden. Okay. Ik ben van mening dat als je die, het wordt vaak mooi gezegd in het Engels, underestimated. Ja. Maar die basis is gewoon belangrijk. Ja. En als die basis goed is, dan is het makkelijker om op een hoger niveau te gaan acteren. Ja. Dus daar hebben we lang over gehad. Kampen, clinics, noem het maar op. Dus we willen kijken of we, het is ook een beetje kijken, of we in 2 dagen tijd een hoop fundamentals kunnen neerzetten. Ja. En dat ook weer begeleiden door middel van de iBasketball Academy. Ja. Dat spelers zichzelf terug kunnen zien en informatie kunnen opvragen en zichzelf beter ontwikkelen. Ja. En niet alleen spelers, ook coaches. We hebben heel veel coaches al aangemeld. Ja. Dus dat is ook leuk. Ik zit zelf op dit moment CBA, 4 avonden in de week training te geven. Ja, dat is de Canarius Basketball Academy, hè? Ja, samenwerkt met Amsterdam. Apollo en ook heel veel talentvolle jeugd. Coaches zijn ook van harte welkom. Nou ja, ik denk dat het ook wel interessant is. Ik denk dat heel veel spelers en coaches, er zijn weinig clinics in Nederland nu nog, de laatste jaren. Weet je, dus er is weinig kennisoverdracht. Ja. Nou ja, weet je, en ik heb tegen Ferry ook al een aantal keer gezegd, weet je, je moet je kennis echt gaan delen met andere spelers, andere coaches. Er zit zoveel ervaring op topniveau. Ja. Weet je, eindelijk is je overstag gegaan. Weet je, ik denk dat het gewoon interessant is, ook voor coaches om te zien, weet je, als je onder 12, onder 14, onder 16, ook al doe je U12, 5 of weet ik veel wat. Weet je, het is gewoon interessant om die basistechnieken aan te leren. Hoe gaan de technieken, hoe breng je ze over, waar stuur je op? Nou ja, het zijn niet de minste spelers, want Ferry is heel bescheiden. Maar weet je, als je kijkt naar wat een Mick Burg of een Rogier Jansen of een Arik Sivek allemaal vindt van Ferry of wat ze, Robert Krabbedam had een heel mooi verhaal geschreven. Ja. Ja, weet je, dat is niet mis. Ik denk bij mezelf, als je echt serieus bent met je sport en je wil wat, of je wil in Oranje komen, of je wil naar het buitenland, of weet ik wat. Ja, weet je, dan moet de basis goed zijn. Dat zie je bij Apollo. Dus nu, dat ze heel veel tijd en energie in steken. Ja, het is een hele leuke omgeving. We doen het met coaches samen. Ook jonge coaches ook. Maar goed, niet iedereen kan dat, snap je? Niet iedereen kan dat. Nee, hoofdcoach wie het goed deed. Je hebt een hartstikke goed programma. Ik ben ook weer in de leer. Ik heb van de week voor de grap gezegd, joh, als ik nu toch voor mijn trainer C bezig ben bij je wie, krijg ik daar dan ook een officieel diploma van. Dus heel veel oefeningen, heel veel fundamentals. Ik ben daar ook heel fundamenteel weer aan de slag met jeugd. En hartstikke leuk. En je ziet ook heel snel resultaat. Als jeugd heel geïnteresseerd is en ze pakken dat serieus op, dan zie je het niveau ook met de week ziet omhoog schieten. Ja, dus. Ja, en ik kan me voorstellen van de coaches, daar hadden we het vorige week over met z'n drieën van, kliniek is heel nuttig. Het is nog nuttiger als dat natuurlijk herhaald blijft worden. Als je het natuurlijk ook op coaches kan overdragen. Ja. Die dat weer wekelijks of dagelijks met hun teams doornemen. Ja, dan begint het natuurlijk echt te groeien. Ja, we zijn natuurlijk met z'n drieën heel erg mee bezig. Weet je, om daar een plan voor te maken. Van, weet je, hoe kunnen we nou spelers die in, noem een klein plaatsje, ergens in Zeeland. Misschien niet de faciliteit hebben zoals een Apollo of een ZZ Leiden of weet ik veel wat. Maar die dan toch gewoon op hun plek, op hun niveau aan zichzelf kunnen werken. Of het nou coach of een speler of misschien uiteindelijk een scheidsrechter. Ja, het zou super tof zijn toch? Ja, absoluut. Ja. Weet je, dus... Ik heb jarenlang gezegd, nee, doe het niet. Ik wil met een beperkt groepje trainen en die helpen. Maar ja, weet je, tijd is toch aangebroken. Zeker met de middelen van vandaag de dag, internet. Om het toch, toch te gaan doen. Dus je verdient een volle bak. Toch minimaal. Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
Ja, inschrijvingen lopen goed. Gewoon ibasketball.nl is een aparte rubriek voor Elite Clinic. Er kunnen nog een paar mensen bij, dus inschrijven. Coaches ook. Coaches ook, ja. Ja. De tribune kunnen 2000 coaches. Dus why not? Allemaal, neem je camera en je notitieblok mee, want Ferry die maakt geen grappen. Die maakt spelers beter. Af en toe een grapje. Nou, ik denk tijdens de... Ja, ik heb hem ook wat clinics zien geven waar gelachen. Nee, maar het wordt leuk, sowieso. Ja, weet je, dus wat ook betreft, top. Mooi, mannen. Nou, we gaan weer een nieuwe paar basketbalweken in. DBL, Beker gaat door, NBA. Ja, wat ik nog wou zeggen, ik sprak Toon van Elften en ik had hem uitgenodigd om een keertje deel te nemen aan High Basketball TV. En dat vond hij leuk. Alright. Dus misschien naar aanleiding van de loting dat we binnenkort misschien... nieuwe uitzending. Twee weken. Dan zitten we hier met twee weken in onze iBasketball TV studio. Precies. Twee bondscoaches, Ari. Sta ik gewoon lekker daar. Met een bak koffie. Nee, we vinden voor jou ook wel een plekje. Maar dat is een deal. Dan heeft Ferry zijn loting. Toon heeft zijn loting. Dat is leuk, weet je. En dan zit hier 100 jaar basketbalervaring, denk ik. Op zijn minst, aan tafel. Heel leuk. Alright. Yes. Alle teams, waar ook ter wereld en in welke competitie dan ook. Heel erg veel succes. Komende weken. Mannen, bedankt. Jij bedankt. Jij bedankt. Tot de volgende keer in deze mooie studio. Ferry Steenmets, Ivo Boom, Arie in het veld voor iBasketball TV. Bedankt voor het kijken.